meneer Schoonhoven en ik ben in gesprek met... U bent in gesprek met Thea Ras. Ik ben de voorzitter van de Rotary Schoonhoven. En vandaag, 18 maart, hebben we Wandelen voor Water. En Wandelen voor Water is een project wat in heel Nederland is. En daar gaan kinderen van de hoogste klasse van de basisschool, groep 7 en groep 8, gaan daar lopen, 6 kilometer met 6 liter water op hun rug, voor een project ergens op de wereld waar ze behoefte hebben aan schoon water. En hebben jullie een speciaal project? Ja, hier in Schoonhoven gaan de kinderen lopen voor een project in Ghana. Dat is een dorp van voormalige lepra-leiders. En dat is opgericht door 2 Schoonhovenaren. Het dorp heet ook Schoonhoven. En daar hebben ze 80 huisjes gebouwd. Daar hebben ze een ziekenhuis gebouwd en een educatief centrum. En voor de laatste 20 huisjes, daar is nog sanitatie en water nodig. En daar gaan vandaag de kinderen Schoonhoven. Het is heel erg jammer dat ik niet een echt stakpistool kan gebruiken, maar we doen het op een andere manier. Ik heb iets gekregen om de aftrap te doen en dan gaan we hem aftellen. En dat gaan we samen doen. Met jullie allemaal. 10, 9. In gesprek met Hans Straver. Jan van Winkerk. Ja, dat zijn 2 biggels, heb ik begrepen, van een bepaald project of zo. Ja, nou ja, wij hebben een project in Ghana. En daar hebben we dus een dorp hebben laten bouwen voor lepra-patiënten. Ik heb gehoord dat Schoonhoven heet. En dat heet Schoonhoven. Ja, kijk, en omdat wij dus zelf het Schoonhoven kopen, ja, hebben we dat zo genoemd. Ik heb er veel over gehoord. Ik sprak net een mevrouw die zei: mijn man zit in dat project. Dat zal zijn vrouw geweest zijn. Nou, nee, dat is uw vrouw. Of hij zegt op een gegeven moment, die mannen doen het fantastisch. Maar als ik het nou goed begrijp, Wandelen voor Water, is dat de afronding zo'n klein beetje van de laatste 20 huizen? Ja, nou, ja, dus... Er staan 80 huizen, hè? Nu. Er staan 80, ja, 80 huizen. Maar de afronding is inderdaad dus de laatste 20 huizen voorzien van sanitatie en stromend water en nog een waterpomp. Kijk, en ik heb begrepen, als jullie daar die check krijgen op de Dam, dat het waarschijnlijk wel goed zit. Ja. Dan zit het redelijk goed, denk ik. Ja, ja, je glundert helemaal. Ja, en dan Wilde Ganzen, die hebben ons jarenlang gesponsord al. En er leggen altijd 50% bij. En ook voor dit project weer, ja, legt Wilde Ganzen er 50% bij. Dus als wij 10.000 euro ophalen, dan gaat er 15.000 euro naar Ghana. Geef het licht, geef dit streven door. Geef de kinderen een wereld waar het goed is om te doen.
Schoonhoven in gesprek met twee dames. Wat doen jullie hier eigenlijk? Nou, wij ondersteunen de mannen, hè? Of wij steunen de mannen. Ja. Supporters voor het project. En wat hebben jullie dan ervaren in al die 8 jaar? Hoop ellende of hoop vreugde? Vreugde en... Ja, gewoon enthousiasme ook. Vooral. Vooral van de mannen natuurlijk ook, met de grote verhalen. Hè? Ja? Ja. En kwam Hans dan thuis op een gegeven moment en vertelde, nou, het gaat weer fantastisch. En dan glunderde je zelf ook weer. Ja, Hans heeft het echt, die gaat echt glunderend weg elke keer. Dus, en dan komt nog glunderender terug. En die komt weer glunderend terug, ja. En heb ik begrepen dat jullie als vrouwen kunnen banen. Van bonnetjes is er geen sprake. Alles gaat er naartoe. Ja, elk centje. Elk centje, alles gaat echt. Was een hele rit? Ja. Maar je hebt het er wel voor over, hè? Dat moeten al die kinderen in Ghana, hè? Elke dag water halen. 6 kilometer. Het is wat? Dan ben jij toch verwend? De cijfers bekendmaken. Hebben jullie enig idee hoeveel geld we vandaag bij elkaar gehaald hebben? Raad eens. Geen enkel idee, 5000? 5000? 6? We beginnen met het laatste cijfer. Frank, wat is het laatste cijfer? Ik ga het laatste cijfer bekendmaken. Dat is een... 6. 0. Een 0. En dan? Dan gaan we nog eentje, dat wordt dus beter. En dan moet ik even zo gaan staan. Dat is een... 9. Dan het derde getal. Dat is een... 6. En 5. En 5. En dan zit ik een punt. Dat betekent dat we over de 1000 gaan. En dan heb ik een getal. Dat is een... 2. 2, 5, 9 staat er nu. 0. En dan het laatste getal. Een 1. 12.590 euro. En van maat er ook bij. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Aan jullie ook. Check hem ook. En check hem ook. Check hem ook. Applaus allemaal. Had jij ook niet gedacht? Mooi, hè? Heel mooi. De scholen was meer dan 7000. Dan sponsorgeld erbij, de producten van de Wilde Ganzen. Dus hier zijn we op uitgekomen. En laten we geweldig. Heel mooi. Heel mooi. We gaan zo meteen naar de kazerne. We willen ook de organisatie van Rotary bedanken voor de grote inzet. En alle mensen die er mee gewerkt hebben. En uiteraard alle scholen. Geweldig. Ik hoorde al jullie zeggen, het was een fantastisch project. Ja, het is een verdienend project. Iedereen was met elkaar bezig. Ja, we hebben het met z'n allen heel graag gedaan. En we weten zeker dat het goed besteed is. Heel leuk. Zullen we over hier spreken? Met Thea Ras van de Rotary. En we zijn hier op de Wandelen voor Waterdag. En de kinderen hebben nu gelopen. Hebben al het water bijna ingeleverd. En ze hebben bij elkaar 12.590 euro opgehaald. Fantastisch. Hey, Rotary, bedankt, hè, Denk. Dank je. Maar ook de kinderen bedankt, zeg. Ja, de kinderen echt bedankt. Het is echt geweldig wat ze gedaan hebben. En dan komt er nog van de diner erbij of zit het erin? Nee, dat zit erbij. Het zit erbij, van de Wilde Ganzen. Ja, totaal betaald. Op naar de volgende actie. Juist, helemaal goed.
begin.